Je krijgt 3 tegengoals, maar daar kon je weinig aan doen, hè? Ja, ik denk de eerste leiden we onnodig balverlies aan de zijkant. En moet ik snel terug in positie en schiet ze hem gewoon goed binnen. De tweede wordt aangeraakt, dus ja, dat is gewoon knullig. En de derde komt hij er gewoon goed voor, knikt hem goed binnen. Dus jammer. Je hebt toen al een aantal aardige reddingen kunnen verrichten. Ja, ja, ik denk dat ik wel mijn ding heb kunnen doen. En niet alleen qua reddingen, maar ook voetballend. En het ging eigenlijk wel lekker vandaag, vond ik. En ja, je was er gewoon toe om weer eens een keer een wedstrijd te keepen, op dit niveau natuurlijk. Ja, nee, zeker. Kijk, de wedstrijden met jongen is natuurlijk leuk om ritme te houden. Maar dat is toch anders. En hier is Sparta gewoon een heel goed niveau. En dat kun je ook gewoon gelijk zien. En dan moet je wel even schakelen. Ja, voor mensen die jou niet zo goed kennen. Jij komt uit Bemmel, hè? Ja, klopt. Ja, dat is hartstikke dichtbij Nijmegen. Dus alleen maar leuk, toch? Ja. En wat zijn je ambities hier bij NEC? Ja, ik ben op dit moment natuurlijk nog tweede keeper. Ik ben nog wel jong, maar als ik denk ik zo doorga, ook op trainingen, dan wil ik gewoon zo snel mogelijk eerste keeper worden. Ja, want ja, je maakt de ontwikkeling door natuurlijk. Dat is wel de bedoeling inderdaad, ja. Ik zit nu, dit is nu het eerste jaar bij het eerste elftal. En ik merk gewoon dat voor mezelf dat het steeds beter gaat. Vooral op trainingen, dat ik dat het gewoon heel goed gaat. En nu moet je het natuurlijk ook gewoon laten zien in wedstrijden. En dan hopen dat een keer je kans komt. Ja, je wordt natuurlijk ook flink aangepakt door die keeperstrainer, hè? Gabor Babels. Ja, Gabo die kan af en toe wel flink er kort op zitten, laat maar zeggen. Ja, op zich wel goed, maar af en toe dan is een beetje vertrouwen ook wel lekker.